Hallo, welkom vanuit de zonnige Harlingen in Friesland. En we zijn bij de kermis in Opbouw. Ik ga het over een paar dagen open. Ik weet het niet precies van de data op internet. Die spreken elkaar een beetje tegen. Volgens sommige websites zou die gisteren al open zijn gegaan. Maar nee, ze zijn nu toch echt aan het opbouwen. Hier de auto's, scooters. De opbouwvideo's die trekken altijd een hoop nieuw publiek, dus daarom introduceer ik mezelf ook weer eventjes, terwijl we langs de bank lopen. De Trip Temptation, in de volksmond altijd de bank genoemd. Ik ben dus Herman, eigenaar van onder meer de website Pretpark Nostalgie. Inderdaad, ik heb een voorliefde voor de nostalgische dingen. We gaan naar pretparken, kermissen. Ik bezoek ook graag nostalgische kermissen, maar ook kermissen van nu. Pretparken, waar ik als kind ben geweest. En daar vertel ik dan leuke anekdotes over in mijn vlogs. Nou, kijk, hier hebben we een mooie nostalgische attractie, de Butterfly. Ik kan niet beloven dat we deze kermis ook gaan bezoeken als die open is, want ik heb het op het moment erg druk. Maar dan gaan we zeker een ritje hierin maken. Het is een langgerekte kermis in een straat. Hier hebben we de pusher. Voorheen had ik dus op het ene had ik wel verspreid over de twee verschillende kanalen. Eentje voor de pretpark, één voor de kermis. Dat heb ik samengevoegd. Tot de kermisliefhebbers houden ook op een pretpark en pretparkliefhebbers ook op een kermissen. We gaan langs de draaimolen lopen die nog helemaal zit ingepakt. En dan hebben we het spel met de eendjes. Eenhoorns in dit geval. Ja, waarom heb ik de boel samengevoegd? Ik zei het al, dat is dezelfde doelgroep. Ik wil dus één groot kanaal opbouwen in plaats van twee kleine kanaaltjes. Dus als dit alles ja aanspreekt, ga abonneer. Daar een bekende tent. En daar hebben we al een wat moderne attractie, hoewel het inmiddels ook wel een klassieker is, de breakdance in de jaren 80. Toen waren deze er al. Over de jaren 80 gesproken. Op mijn kanaal vind je dus veel oude video's uit de jaren 70, 80 en 90. Deze van pretparken, soms ook kermissen. Thematiseerde wagentjes. Ik heb er vroeger vaak in gezeten, maar dat doe ik nu niet meer. Ik hou het niet bij filmen. Het is me nog wel iets te heftig geworden. Hoewel de breakdance uit Bobbiana, die reist tegenwoordig ook over de kermis. Daar wil ik dan nog wel een uitzondering van maken. Hier heb ik het touwtrekspel. Voor de kinderen. Dat is nog goed langs, daar film ik even overheen. Vanwege de privacy. Suikerspin, oliebollenkraam. Chocoladewafels. Vind ik ook mooi plastic uitziende kraam. Gebakkraam. Sjoras. Dat is mijn vriendin gek op. Kip van het spit. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het kermisterrein. Ja, terwijl ik terugloop over de kermis en nog wat foto's maak voor sociale media,
zie ik net dat de draaimolen wordt onthuld. Dus die laat ik jullie nog even zien. Een prachtige klassieke carousel. En met allemaal voertuigen. Dat vind ik wel extra mooi. Zo richt ik weer even de camera op mezelf. Ik hoop niet dat ik hem per ongeluk uitzet. Nee. Dus, dit was de opbouwvlog van de kermis in Harlingen. Nou, misschien gaan we hier nog een toertje open is, als ik de tijd voor kan vinden. Anders zien we jullie op de kermis in Leeuwarden. En binnenkort ook de Singse Voor in Antwerpen. Later nog Tilburg. Zeggen tot ziens op een kermis in het pretpark. Waar dan ook. Hoi.